Hoi iedereen, ik heb vandaag een filmpje waarin ik laat zien een make-up look eigenlijk weer een keertje. Ik ga een make-up look maken met in de Buff Lightly Toasted van W7. En ik vind dit palet echt zelf helemaal geweldig. Ik heb hem ook gereviewd en ik zal de link ook eventjes onder het filmpje plaatsen, mocht je geïnteresseerd zijn. En ja, ik wil er nu eventjes een make-up lookje mee maken. Ik begin eerst even met de dagelijkse dingen. Dat is natuurlijk wel handig. Echt een hele volle make-up tas, heb ik al gezien. Oh ja, ik gebruik hiervoor de Essence Stay All Day 16 Hour Concealer. Of concealer foundation. Mijn favoriete concealer en ik gebruik hem echt heel graag. Ik ben echt, het is waarschijnlijk echt wel te zien, ik ben best wel moe. En ja, ik probeer het dus eventjes een beetje weg te laten gaan. Ik heb overigens al mijn dagcreme zo gebruikt, dus daar hoef ik geen rekening meer mee te houden. En die heb ik al laten inwerken en zo, dus dat is wel ideaal. Ik gebruik toch altijd wel weer een beetje te veel van de concealer of de foundation, maar nou ja, dan smeer ik hem later wel even extra goed uit. Zo, hiervoor gebruik ik eventjes mijn sponsje om even uit te vegen. Meer even egaal te maken, zeg maar, zodat alle plekken wel eventjes even netjes zitten. Zo. Vandaag kies ik voor de Essence Stay All Day 16 Hour Concealer. En ik breng deze een beetje op mijn hand aan. En van daaruit ga ik hem op een kwast smeren. Een kwast. Dingetje zit zo vol dat ik gewoon eigenlijk bijna niet de juiste dingen kan vinden. Ja, ik heb hem. Even de meeste plekjes die eventjes een beetje concealer nodig hebben, die doe ik even. Zo. Ik heb altijd echt een rood streepje op mijn neus en die doe ik altijd even wegvagen. Om hem eventjes egaal uit te smeren, doe ik hem daar ook even goed uitvegen. Dan ga ik hem afpoederen. Hiervoor gebruik ik... even kijken waar die is. Ja. Mijn... Essence Mortifying Compact Powder in Soft Beige. Ik doe hem ook altijd even onder mijn kin. Daarvoor gebruik ik een Kabuki. Deze is van de HEMA. Het is altijd lekker als ik weer met een nieuwe poeder kan beginnen. Omdat ik hem ja, dan graag uitveeg. Nou, ik dip hem er wel even flink in, want ja, anders dan zie je er heel weinig van. Hij gaat ook best wel lang mee trouwens. Ik gebruik hem echt iedere dag, maar deze is niet echt... Deze gaat ook, breekt ook niet zo snel, moet ik zeggen. Dat is al ideaal, want zoals je kunt zien met die blush of zo, en die zit dan los in een toilettas, dan breekt die gewoon. Oh. Kat in beeld. Kom eens. Zo, even lopen. Ik kwam even kijken. Ik vind het zelf mooi omdat het wat donkerder is. En ja, om gewoon iets aan te zetten. Maar dat is gewoon een beetje wat je zelf wil. Dan gaan we over op de palet. Ik ga de lichte kleur gebruiken van de Lightly in de Lightly Toasted in de Buff Lightly Toasted van W7.
Het zijn, ja, je kunt echt wel met je keuze maken. Dus ik ga vandaag voor deze kleur gebruiken op mijn ogen en dan gebruik ik deze erboven. Ik gebruik nooit eigenlijk het penseeltje wat erbij zit, want ik vind het prettiger om mijn eigen penseel te gebruiken. Dat is deze. Deze is van de HEMA en die gebruik ik eigenlijk voor mijn ogen en dan voor daarboven gebruik ik weer een ander penseeltje. Deze valt wel echt goed op, vind ik, want hij is een beetje, ja, een beetje goudachtig lijkt hij. Hij heeft een beetje een subtiel glansje ook, een beetje een glittertje erin, vind ik zelf heel erg leuk. En meestal doe ik zo'n 4 laagjes, want ik gebruik nu ook geen oogschaduwbasis. Omdat ik nu vandaag eigenlijk verder ook gewoon in huis blijf, gebruik ik geen oogschaduwbasis, maar... Normaal als ik gewoon echt weg moet of zo, meestal wel. Nou ja, en dan pak ik even een ander penseeltje. En dat is deze keer gebruik ik daarvoor een Essence. En daarmee ga ik de bovenkant kleuren. Moet ik zeggen dat deze is niet heel goed zichtbaar. Maar dat vind ik ook niet erg, omdat ik vind het bewegende ooglid belangrijker. Hier doe ik ook zo'n vlierlaagjes van op. En ja, dat vind ik altijd wel mooi. Zo, en dan is dit aangebracht. Het valt niet zo heel erg op het lichten, maar dat is nogmaals vind ik niet zo heel erg. Oké. Okay. Dat is dat. Dan ga ik voor een eyeliner. Ik moet even wat make-up eruit halen, want ik moet hem eigenlijk een keer legen. Ik kies een soft eyeliner. Deze is van de HEMA. Dit is een pen. Ik gebruik ook best wel vaak een eyeliner die je met een kwastje aanbrengt. Maar deze vind ik net wat strakker. En mijn eigen eyeliner die ik ook heel vaak gebruik gaat een beetje op. Ik krijg alleen het dopje heel moeilijk van deze af. Beetje hard trekken, maar dan heb ik hem. En dan is dit het lijntje. Ik heb hem wat dikker gemaakt. Vind ik zelf wel mooi. Dan gebruik ik een Stay No Matter What Waterproof Eye Pencil. Deze blijft wat beter zitten. Zo. 1. Even de tweede doen. Ik zet hem wel echt een beetje dikker aan. Zo, dan is dit verder klaar. En dan de mascara nog. Ik gebruik vandaag 3D effect mascara waterproof. Deze is van de HEMA ook. Ik heb veel HEMA producten gebruikt vandaag, moet ik zeggen. Dus een heel fijn borsteltje zit eraan. Een soort, ja, een beetje siliconen lijkt het wel. En deze veroorzaakt dus een 3D effect. Ik doe echt wel een aantal laagjes. Zo, ik doe ook altijd even mijn onderwimpers mee. Ik trap mezelf er altijd op dat ik meestal mijn mond open doe bij
het aanbrengen van make-up. Maar dat komt omdat je de spieren dan aanspant. Dat wat beter overkomt. Zo. Dan heb ik weer een plukje voor mijn oog hangen. Dan is dit mijn ooglook. Om even het make-up totaalplaatje af te maken, zal ik ook even een lipstick aanbrengen. Dit is dan hoe het geworden is. Ik vind het zelf best wel mooi, moet ik zeggen. Hoor. Ik gebruik hiervoor eerst een lip liner. Dit is ook eentje van de HEMA. Dit is nummer 20. Een beetje licht roze. Zo. En dan de lipstift. Dit is de Duo Lipstift. Deze komt van de H&M. Ik heb hem nog in doosje zitten ook. Dat is deze. Dat vind ik een mooi kleurtje. Ja, ik denk dat het is een rosé-gouden verpakking. En dan is dit het kleurtje. Hij is best wel fel, moet ik zeggen. Maar... En om dan die glans even af te maken, kun je dus de lipgloss overheen aanbrengen. Hiervoor gebruik ik wel eventjes een penseeltje. En dat is dan puur om het feit omdat ik het niet zo fijn vind als het kwastje van de lipgloss helemaal onder de lipstickkleur zit. Dus moet ik even kijken waar het juiste kwastje is. Want alles zit een beetje door elkaar. Nou, hij is een beetje verstopt tussen al mijn kwasten. Nou, dat is wel echt een zoektocht. Ik haal er even een paar uit, dan vind ik hem waarschijnlijk sneller. Ja, ik heb hem. Hij zat helemaal verstopt tussen de andere kwasten. Dus die er even in. En dan de lipgloss, die breng ik dus aan met dit penseeltje. Ook deze is weer van de HEMA. Ik heb zo houden, geloof ik. Zo, en dan is die klaar. Mijn hele look is af. Ik vind hem zelf eigenlijk best wel mooi. En eigenlijk vind ik die roze lipgloss er nu ook wel mooi uitknallen. Dus ja, ik hoop dat je het leuk vond om te zien hoe je dus een ooglook kunt maken met de W7 in de Buff Lightly Toasted. Ja, voor nu wil ik je bedanken voor het kijken. En ik zie jullie snel weer. Doeg!